We staan hier op de camping. Oh, wat een luxe. In een hotel. We zijn onderweg naar Evora en we wilden even stoppen. Dat deden we hier langs de kant van de weg. En wat een toeval, er is niet alleen een voetbalclub hier, maar ook aan de overkant een pastelleria. Dat komt heel goed uit op zaterdag gebakdag. Dus ik heb daar de enige vier gebakjes die ze hadden uit de vitrine laten halen. En die gaan we nu in de camper lekker opeten. We staan weer op de camping. Oh, wat een luxe. De camping van de Nederlander. Half uurtje van Evora af. Het is een heel mooi gebied. Je moet echt nodig douchen en wassen. En leuk, we kwamen net aan. En wat misschien wel voor Sof en Pien het leukste is. Er was een Nederlands meisje. Die staat hier ook met haar ouders. Zij zijn ook langer op reis. Dus omdat zij het fijn hebben. Wij ook relaxtijd voor onszelf. Kijk even wat er gebeurt achter mij. Er wordt er gewoon heel veel gespeeld. Oh, dat is super fijn. Ja, er gaat kleuren, een nieuw vriendinnetje. En daar staan we. Lekker in de zon. Kijken wat we vanuit deze fijne plek allemaal kunnen bezoeken. Met moeite hebben we Sof en Pien van de camping meegekregen. We gaan een uitstapje maken naar Evora Monte. Aan roofvogels geen gebrek. Je moet een foto maken en dan vertellen. En de rest van de middag tot diep in de avond. Gestept en gefietst. Zo, goedemorgen. Het is dinsdagochtend. We staan nog steeds op de camping. Camping met vriendinnetje Fleur. Gisterenochtend hebben we een uitstap gemaakt naar Evora Monte. Hebben het kasteel van buiten bekeken, want het bleek helaas dicht. De rest van de middag lekker op de camping hebben ze gespeeld. En vanmorgen zijn we op bezoek in Estremo. Dat is hier, of Estremos, is hier ook in de buurt. Compact stadje. We hebben begrepen van de Wolfpack Wanderings dat de pastel de nata niet telt voor gebakdag. Dus we kunnen gewoon op deze doordeweekse dinsdag lekker een pastel de nata naar binnen douwen. Dat gaan we ook zeker doen. Wat leuk is, gisteren op de camping kwam er nog een vrouw naar ons toe, Yvonne. En die zei,
ik volg altijd jullie filmpjes. En zijn hier echt zo van Pien. Dus nou, Yvonne, super leuk dat je altijd naar onze vlogs kijkt. En leuk jou in het echt te zien. Dus we gaan eens kijken hoe dit stadje eruit ziet. En vanmiddag lekker op de camping. En vanavond hebben we een pizza date met Fleur en de ouders. Want Sibo, de eigenaar van de camping, bakt blijkbaar heerlijke pizza's. Dus die gaan wij natuurlijk even uitproberen. Zo, van de onderstad zijn we helemaal omhoog geklommen. Je hoort ons een beetje hijgen nog. Daar was het centrum. Naar de ommuurde bovenstad bij het kasteel. Zo, een volle kar met boodschappen. Kunnen er weer tegenaan. Zo, wat hebben we nou weer voor lekkers? Ik heb een Magnum. En wat heb jij? Een marshmallow-ijs. En wat heb jij? Ik heb niks. Ik kom weer karig vanaf. Je hebt drie vrouwen. Ik moet nog steeds bekopen dat ik een keer een reuze met Renge heb genomen. Nu mag ik niks meer voortaan. We kunnen wel lachen, maar eigenlijk is het een beetje om te janken. Nee, na een ochtend nog spelen met Fleur op de camping. Hebben boodschappen gedaan, getankt, al die rambam geregeld. En toen kwamen we net aan bij Elvas. Staan we op een parkeerplek bij de kerk. En het stinkt bij de camper en de remmen doen het niet meer. Dus morgenochtend komt er een meneertje kijken wat er met die remmen aan de hand is. Een meneer, niet een meneertje. Een meneer. Nee, we hopen niet dat het een baby is. Nee. Maar die komt kijken wat er met de rem aan de hand is. Dus to be continued. Nou, daar is de hulpdienst. Ze nemen hem meteen mee naar de garage. De beste man spreekt geen woord Engels. Maar gelukkig staat daar ook een taxichauffeur. Die wel Engels spreekt. Dus die heeft een dubbel functie als taxichauffeur en tolk vandaag. Nou goed. Dan moet dat ding daarop. Dus gaan we zien hoe dat gaat. Nou, die kunnen we ook weer van de lijst afvinken, hè? Op de sleepwagen. Nou, hier zijn we bij een garage met nog meer mannen die waarschijnlijk alleen maar Portugees spreken. Dat ding is in ieder geval heel hier aangekomen. We zullen eens kijken wat ze ervan zeggen. Zou dit nou echt de bedoeling zijn?
we wachten, kan er mooi even schoolwerk gemaakt worden. En wat gekleurd. Waar zijn we? In een hotel. In een hotel. En weet dat ik het leukste vind om bovenin te slapen. Mag ik? Nee. Ja, Sof. Sof, daar slaapt die. En dan Sof, Sof staat daaronder. En wij slapen in het andere stapelbed. De camper staat nog bij de garage. Mama, er moet, heel even wachten, binnen moet iets komen, Bomba, maar we weten niet wat het is. Dat komt morgen, dan wordt de camper gemaakt. Einde van de dag is hij misschien klaar. Dus vannacht slapen wij in het centrum van Elvas. Superleuk hotel. Even wachten, in een superleuk hotel. Heel lieve mevrouw, lekker met een ontbijt. En we gaan zo, we gaan maar uit eten. Dus we gaan het er even van nemen. En we hopen dan toch dat we morgen weer op pad kunnen met de camper. Kijk, papa is er ook daar. Ja! Dit is echt een hotel ontbijtje, Pien. Ja, we gaan eten. Ik wil ook zo. Goedemorgen. We hebben vannacht goed geslapen en toen stonden we even wennen, een van die vreemde bedden. Lekker ontbeten. Het meisje van de receptie heeft net gebeld met de garage. Zij kan natuurlijk Portugees en Engels. Blijkt inderdaad een bomba. Pomp van de remmen kapot is, die hebben ze besteld en ze is op aan het wachten. Als dat binnen is, dan kunnen ze het zo maken. Maar ja, dan wordt het zo vroeg pas vanmiddag. Nu hebben ze van het hotel gezegd dat we in ieder geval kunnen blijven, ook al gaan we pas om 5 of 6 uur weg, dat dat niks uitmaakt. Dus dat is super lief, die meiden zijn echt heel leuk. En als het niet gemaakt wordt, is het natuurlijk pas maandag. Maar en als dat zo is, dan kunnen we gewoon tot maandag in deze kamer blijven. Dus het komt allemaal sowieso goed. Dat wisten we natuurlijk al, maar dat is helemaal fijn om nu te weten. En we gaan nu op weg naar het kasteel. Zo, vrijdag 5 uur en we zitten weer in de camper. Ze hebben het gemaakt, een rempomp vervangen. En het moet goed zijn, dus we kunnen weer op weg. We gaan vanavond nog hier in Elvas slapen. En dan gaan we morgen weer op pad. Op mijn nieuwe avontuur. Elvas. In Elvas. Elvas hartje. Fijn om deze vlog zo te kunnen eindigen. Doet hij het, Jan? Ja. De bomba heeft het gefixt. En hij remt weer. Vaak je moet remmen, dat ging ook. Dus ja, maar het blijft eventjes nog spannend. Ja. Maar een klein stukje en we gaan niet zo hard. Dus, Nou, tot volgende week allemaal. Zo, de cirkel is rond. Op de plek waar we gisterochtend zijn weggesleept, zijn we nu weer geëindigd. Het is te laat om nog verder te rijden. We hebben wel genoeg gezien van dit stadje in de afgelopen 2 dagen. Dus morgenochtend gaan we lekker weer verder. En daar is Sofie met de mop van de week. Jantje is aan het logeren bij zijn oma, vraagt zijn oma aan Jantje. Wil je potje pindakaas halen? De weg is links, rechts, links, rechts. En Jantje gaat rechts, links, rechts, links. Hij komt bij de kerk uit en vraagt aan de man. Heeft u een potje pindakaas? Nee, zegt de man. En dan gaat Jantje terug. Heb je nou pindakaas? Zei oma. Ja, nee, zei Jantje. De volgende dag gaat hij vraagt zijn oma aan Jantje. Wil je potje pindakaas halen? De weg is links, rechts, links, rechts. En Jantje gaat rechts, links, rechts, links. Hij komt weer bij de kerk aan uit. Hij vraagt aan dezelfde meneer. Heb je een potje pindakaas? Zegt de meneer. Nee. En als je nog een keer komt, hang ik je aan het kruis.
Jantje gaat snel terug naar oma. Oma vraagt, heb je nou een potje pindakaas? Nee, zegt Jantje. De volgende dag vraagt oma aan Jantje, wil je een potje pindakaas halen? De berg is links, rechts, links, rechts. Jantje gaat rechts, links, rechts, links. Hij komt weer bij de kerk uit. Hij vraagt aan dezelfde meneer weer, heeft u een potje pindakaas? En toen zei de meneer, ik ken je aan de kruis. En hij hing aan het kruis naast Jezus. Toen vroeg hij aan Jezus, vroeg je ook om een potje pindakaas? Zo grappig.